een paar seconden voor mijn gevoel geen zuurstof kreeg en ik helemaal wegzakte in het water. Zo. Nee. Ah, Tukkie. Goedemiddag allemaal, het is vandaag zaterdag. Het zijn ook helemaal Nikkie Nikkie Nikkie. Een paar mensen heel awkward, dus als ik nu ga filmen, gaan ze me echt aankijken van wat ben je aan het doen. Dus, maar wat heb je net gegeten? Ik heb cat nuggets. Cat nuggets. We zijn nu weer het dorpje en het is inmiddels avond en we gaan even lekker eten hier. Ik heb trouwens voor de mensen die mij vorige week nog hebben gezien het leuke overal of spijkerjurkje of hoe je het wil noemen aan. En ik heb dus eentje losgedaan zo omdat ik dat wat soepeler, wat losser vond. Dat woord zocht ik. En ik heb er dan een shirtje onder van Nick en Nick en Roos heeft het jurkje aan van Nick en Nick. Dus we zijn echt lekker matchy matchy. En dan komt er een... Oh, ik dacht dat er een uitdaging kwam. Maar goed, we lopen nu naar het restaurant toe en dan gaan we daar lekker eten. Wat ga jij eten, Roos? Ik denk de wok. Dus. Ik weet het nog niet, ik ga even kijken daar. Maar goed, we gaan lekker eten. Alleen het is wel echt heel jammer, want ik had dus deze aan. Alleen er zit alweer een vlek in. Ik heb hem letterlijk, denk ik, 10 minuten voordat we weggingen aangedaan. Ik heb hem nu 20 minuten aan. En er zitten weer vlekken in achterop. Ik hoop dat we het eruit kregen, mijn moeder zegt van wel. Ik weet ook niet wat het is, is hij zwart? Dus let's pray. Maar eerst lekker eten. We zijn inmiddels weer terug en we hebben heel erg lekker gegeten. Dus ik vond het heel erg lekker. Wat vonden jullie ervan, Roos en Milou? Ook heel lekker. Oké, nou. Zoals jullie achtergrond horen was het ook heel erg lekker. We hebben eens lekker gegeten. Daarna zijn we nog even het stadje doorgelopen. In ieder geval het dorpje, het is niet echt een stadje. En toen we hier thuis kwamen, hebben we nog even wat spelletjes gedaan. En nu ben ik weer op bed beland. Ik heb wat YouTube-video's gekeken. Want ik loop echt met zoveel dingen achter qua video's en zo. Van heel veel dingen die ik gewoon standaard dagelijks kijk. Wat ik dan nu niet bijhoud. Dus dan heb je telkens als je avonden even niks hebt, gewoon lekker rustig. Ineens heel veel te kijken. En ik vind dat altijd wel erg leuk. Dus dat heb ik vanavond ook gedaan. Ik ga me eens even omkleden, ga ik lekker in bed liggen en dan ga ik slapen, want ik ben best wel moe. En dan morgen denk ik weer een dagje naar het strand. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, ik denk het wel. En het is sowieso mooi weer, dus dat is altijd chill. Voor nu ga ik eens lekker omkleden en slapen, dus tot morgen allemaal. Slaap lekker en doei doei! Goedemiddag allemaal, het is vandaag zaterdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Dus gisteren natuurlijk ook al begonnen. Het is vandaag zaterdag en wij zijn even vanaf het strand naar de camping hier gelopen. Wij zitten zelf niet op deze camping, maar wij, ja, we maken gewoon altijd gebruik van de dingetjes hier. Dus van de restaurants, van de winkeltjes, etc. En we hebben even geluncht, we hebben allemaal panini gehad en ik heb een ijskoffie karamel. En ik dacht dat het heel lekker was, want ik vind het normaal heel lekker, maar hij is echt heel vies. Wat hebben jullie gegeten, dames en heren? Smoothie en een panini. En ik heb ook een smoothie. Nee, ik heb een ijskoffie en een panini. En wat hebben jullie gegeten? Een milkshake. Een panini. Nou, dat hebben ze allemaal gegeten. We gaan zo weer terug naar het strand, want het is echt niet normaal warm hier. Aangezien het, ja, we zitten in de schaduw, maar er is geen wind en zo, dus een beetje warm. We gaan zo lekker zwemmen in de zee, toch? Gaan we zwemmen? Nee. Jawel. We gaan duiken. Met de duikmaskers. Nee, ga je niet mee? Nee. Dan gaan we zonder duiken. Ook makkelijk. Dus ik ga dit nog even opdrinken als ik het weg ga. Want ik ben echt heel misselijk hierdoor. Maar ja, we keep you updated, hè, Felina? We hebben net lekker pizza gegeten. En Mie is walking downstairs de bos in. Want we hebben hier een plein. En wat gaan we doen, Duke? Rondje. Oké, we gaan even een potje rond van de tafel doen met de bal. En Duke wou heel graag op de vlog, want Duke vindt dat altijd heel leuk. Maar altijd zegt hij dat. En dan doe ik de camera aan en dan wil hij ineens niks meer zeggen. Slaat weer echt nergens op. Nee. Ah, Dukie. Maar goed, we gaan even een spelletje doen. Wie gaat er winnen, denk je, Duke? Ik! Nee, Duke, allebei. Boven Duke. Ja, nee, Filine. Maar goed, jongens. We gaan even de wende hier verbouwen, I guess. Oké, we gaan even alles hier verbouwen en dan gaan we spelen. Dus let's get started! Oké, ik ga dus nu even de vlogcamera terugbrengen naar Bo's vader. En ja, dat is heel leuk. Maak er even een leuke route. Ja, mijn dag was heel leuk, maar ook een beetje stom. Zo, is dat toch goed? Oké. Nou, Bo vindt dus niet dat ik goed vlog. Echt een raar kind. Maar ik ga hem even brengen, dus. Nou, mijn dag was helemaal super, hoor. Hoi allemaal, het is vandaag zondag en we zijn op het strand. Ik was trouwens gisteren helemaal vergeten mijn vlog, zeg maar, af te sluiten voor die dag. Want ik was gewoon gaan slapen. Ik had niet meer bedacht dat ik mijn vlog had, want ik had de hele avond geëdit. Maar we zijn nu op het strand. Het is inmiddels al middag.
En het is echt super lekker weer. Want het is vandaag een beetje zo windy, zeg maar. Dus het is gewoon heet het een lekker windje. Maar het is wel gewoon heel erg warm. Dus je kan gewoon prima op het strand zitten zonder dat je zeg maar echt wegbrandt. Vanaf hier heb je dus echt heel erg mooi uitzicht. En ik wilde het laten zien. Want het was hier voor mij net gerijd. Maar die staan hier echt een paar mensen heel awkward. Dus als ik nu ga filmen, gaan ze me echt aankijken van wat ben je aan het doen. Dus ik ga het jullie zo even laten zien. Voor nu ga ik denk ik zo meteen weer even snorkelen met mijn snorkelduikmasker. Ik weet niet waar die ligt, dat moet ik zo even zoeken. Maar dan ga ik daar dus mee duiken. En ik vind het zo jammer dat ik geen GoPro of zo mee heb. Want dan kon ik dus gewoon even vette beelden voor jullie maken. Maar helaas. Dus dat kan ik nu niet doen. Maar ik ga even lekker duiken en jullie het uitzicht laten zien. Vanaf het strand loop je echt gewoon de zee in. En het is oprecht zo mooi. Want daar ligt Saint-Tropez en zo allemaal. En wij zitten dus nu in Port-Grimaud. En helemaal verderop ligt Sint-Maxime. Dus super. Oké, we zijn in Sint-Maxime. En we wouden hier gaan eten bij een restaurant waar we al heel vaak waren geweest deze vakantie. Maar daar was het vol. Dus dat was een beetje jammer. Dus waar eten we nu? Ik weet het ook niet. Ik dacht nu jij. Maar wat heb je net gegeten? Ik heb net een cheeseburger gehad. Want de andere dingen ken ik niet. Ik dacht, ja, dan kunnen ze toch nog zelf pesten. Roos had ook een cheeseburger. En wat hadden jullie, dames en heren? Ook een cheeseburger. Nou, we zijn weer lekker eentonig vandaag. Maar wat ga je zo doen? Wat gaan we zo halen? Even een dansje op ijs. Oké, dit doet hij dus echt heerlijk. Doe dan. De afgelopen 10 minuten heeft hij het echt al heel... Hoeveel heb je dit nu al gedaan? Mensen zitten ons echt zo raar aan te kijken. Maar goed, wat ik dus wil zeggen is, ik ga zo meteen een ijsje halen weer. Een hele lekkere. Wat voor smaak ga je nemen, Bukie? Stracciatella chocola. Oké, stracciatella chocola. Ik ga sowieso weer yoghurt nemen. Hallo. Wij wel, hè? Ik ook wel hoor. Kan wel. Milou heeft altijd zo'n schaamte en wij hebben dat. Ga weg hoor, ga weg hoor! Nu praat je anders hoor, man! Oké, dit is een beetje. Het is een beetje na. Het zijn ook helemaal nikkie nikkie nikkie. Oké, we gaan nu heel snel weg. Dan wil ik even weten hoe voelde de One Minute of Fame? Heel ongemakkelijk. Het was echt. Dus wij stonden daar allemaal. En ineens moest Milou naar voren komen. Daar waren twee van ons naar voren. En je zag echt ons allemaal wegduiken. En Milou, ja, die. Ja, moest je had helaas heel veel pech, maar je vond het leuk, hè? Ja, Roos was weggerend. Die wou niet. Maar Milou, jammer weer. Als ik jou was, zou ik hem echt omlaag hadden getrokken, hoor. Ja, zoals jij wel. Bang zijn dat hij vol. Nee, jij bent hoger. Nou, jullie horen het weer. Het wordt echt allemaal gegund. We gaan ijsje halen. We zijn inmiddels weer terug uit Sint-Maxime. En ik heb daar heel erg lekker gegeten. Ik vond het alleen wel jammer dat we het niet af konden sluiten met een lekker ijsje. Maar goed, dat ijsje komt de volgende keer alweer. We eten hier zoveel ijsjes, dus dat is het hem niet. Iedereen is nog even lekker buiten een drankje aan het doen. En ik zit even binnen omdat ik nog wat aan jullie wou vertellen. Wat er vanmiddag gebeurd was. En waar ik zelf best wel heel erg van geschrokken was. En dat was eigenlijk ook de reden dat ik het eerst nog niet in de vlog had verteld. Omdat ik heel vaak reacties krijg van Bo, je hebt zoveel dramatische dingen er gebeuren altijd, zoveel dingen. En ik had zoiets van, ja, als ik dit nou weer in de vlog doe, dan krijg ik misschien weer zulke reacties. En dat is echt alles behalve wat ik graag uit wil stralen op mijn kanaal. Dus vandaar dat ik zoiets had van, nou, ik weet niet of ik het ga vertellen. En of het überhaupt boeiend is voor jullie om te vertellen. Maar ik wil het toch wel graag vertellen. Om niet alleen het verhaal aan jullie kwijt te kunnen. Maar ook om jullie zelf een wijze les mee te geven. Zoals we al vaker deze vakantie gedaan hebben. En zoals jullie ook wel weten. Gaan we altijd op vakantie duiken met duikmaskers op. En dat zijn gewoon maskers die gewoon zo'n zuurstofdingetje hebben. Dus je gaat niet heel diep onder water met zuurstoffles of zo. Nee, het is gewoon zo'n plastic dingetje. Dus dat is echt no stress. En eigenlijk altijd als wij de zee in gaan. Wij gaan altijd tot de boeien. En dat is natuurlijk bij de ene zee verder als bij de ander. En het is hier wel ver. Maar het is wel op zo'n hoogte ver. Dat je er eigenlijk wel gewoon makkelijk kan komen. En normaal gesproken ga ik altijd met iemand de zee in. Of met iets de zee in. En ik voelde me vanmiddag niet zo lekker. En op een gegeven moment was ik dus met Roos, Feline en dat hele groepje. Ze zijn met vier. Met Roos, Feline, Duke, Milou.
En zij gingen even rondlopen, een stukje over het strand en zo daar. En bij die camping. Maar ik had daar niet zoveel zin in, omdat ik me dus niet helemaal lekker voelde. En ik bleef gewoon op het strand zitten bij mijn ouders op de stoel. Toen op een gegeven moment had ik de hele dag nog niet gezwommen. Het was echt al 4:30 of zo. En ik had best wel veel zin om te zwemmen, maar ik voelde me niet helemaal lekker. Maar ik had zoiets van, ach, misschien als ik even de zee in ga, even in het water ligt, dan wordt het wel beter. Toen ging ik dus de zee in en het ging eigenlijk allemaal wel prima. En ik dacht nog, zal ik een band of zo meenemen, maar ik had zoiets van, ach nee. Dus ik nam niks mee, ik had alleen mijn duikmasker mee, want ik dacht, nou, dan kan ik nog een beetje duiken en zo. En op het gegeven moment was ik best wel ver, ik was nog niet bij de boeien, maar wel echt al een stuk in de zee. En ik was gewoon aan het zwemmen en ik voelde me gewoon echt niet lekker, maar ik had zoiets van, ja, ach boeien, ik weet niet. Ik was gewoon aan het zwemmen en zo, ik was een beetje aan het duiken, soms een beetje aan het kijken. En ik had niet zoiets van, oh, ik heb... Ja, ik had gewoon niet zoveel de behoefte dat ik zoiets had van, oh, ik moet terug, want ik voel me echt niet lekker. Toen op een gegeven moment, ik had dus heten mijn duikmasker op, ik was gewoon aan het duiken. En het is dus zo, ik heb dat duikmasker hier niet liggen, maar je hebt gewoon dat masker en dan heb je hier dat zuurstofding. Maar op het moment dat je onder water gaat, trekt dat masker best wel dicht tegen je gezicht aan. Je trekt dan een beetje vacuüm en je kan dan nog wel ademhalen. Maar op een gegeven moment dan heeft dat masker ook geen zuurstof meer en dan moet je gewoon zelf ademhalen. Dus ga je gewoon door op je eigen adem. Dus kortom is eigenlijk gewoon echt voornamelijk een ding waarmee je eigenlijk als daar op het water kan liggen en dan een beetje kan duiken en de vissen kan bekijken. En ik sla er bijna eens om. Nou, op een gegeven moment was ik dus een beetje aan het duiken en ik voelde me echt niet lekker. Was dus wel licht in mijn hoofd. En ik lag op dat water en er kwam ineens zo'n hoge golf en ik ging wat verder onder water dat ik zeg maar geen zuurstof meer kreeg via dat masker. Maar doordat ik mezelf zo niet lekker voelde, werd mijn hele lichaam heel raar. Ik kreeg een hele rare schok of zo door mijn lichaam, leek het. Waardoor ik sowieso even een paar seconden voor mijn gevoel geen zuurstof kreeg. En ik helemaal wegzakte in het water. En het was misschien alles bij elkaar, maar een situatie van 3 seconden. Maar ik was legit zo erg geschrokken. Want voor mijn gevoel, ik had echt iets alsof ik stikte of zo. Had dat masker stond op mijn hoofd, super strak. Dat met dat zuurstof, het was echt zo'n rare situatie. En wat er nou precies gebeurd is, waardoor ik zo schrok. Waardoor mijn hele lichaam zo raar deed. Ik weet het niet precies. Ik weet nou nog steeds niet wat er nou is gebeurd. Omdat er natuurlijk ook niemand bij was. Ik was alleen in de zee. Er waren niet echt veel mensen om me heen of zo. Dus het was ook een hele korte situatie. Maar het was op dat moment zo eng en naar. En ik schrok me echt dood. Want ik was echt ver de zee. En het was daar echt heel diep. Nou, toen ben ik best wel redelijk overstuur echt heel snel teruggezwommen. En toen was ik ook helemaal buiten adem en een beetje aan het hyperventileren en zo. Dus ik was daar best wel heftig van geschrokken. En ik wilde het dus eerst niet kwijt in de vlog. Omdat ik zoiets had van, nou ja, ja, ik wist niet zo goed hoe erop gereageerd zou worden. Maar de reden dat ik het nu toch graag vertel is omdat ik jullie heel graag wil meegeven van, ben je op vakantie? Ga je de zee in? Ga je een meer op? Neem alsjeblieft altijd een band of iets mee waar je altijd in kan liggen. En ga altijd met iemand. Ga het liefste nooit alleen de zee in of nooit alleen de meer op. Want kijk, je weet niet wat er gebeurt. Zoals dit van mij. Dat was misschien wel een onzin situatie. Het duurde maar 3 seconden. Maar het had ook anders kunnen aflopen. Ik had ook binnen helemaal een kortsluiting kunnen krijgen. En klaar. Of iets met je hart of iets. Je moet gewoon altijd goed oppassen. Omdat het water en zo. Tuurlijk, het is wel op temperatuur. Maar het is altijd kouder als dat je lichaam het heeft. Dus je moet gewoon altijd een beetje oppassen. En ik was best wel geschokt van deze situatie. Dus vandaar dat ik vandaag ook niet heel veel gefilmd heb. En een beetje ja, afwezig of zo was. Vanavond heb ik wel redelijk kunnen loslaten. Maar vanmiddag was ik wel echt heel geschrokken. Omdat het was zo'n raar moment. Het was echt, ik weet niet, heel beangstigend of zo. Maar goed, dat verder over de situatie. Ik ga voor nu lekker slapen. Ik ga ook niet meer naar buiten en zo. Ik ga gewoon lekker in bed liggen. Want dat is denk ik gewoon beter. Kan ik even lekker rustig aandoen. Voor nu wil ik in ieder geval wel de weekvlog afsluiten. Vonden jullie de weekvlog leuk? Dan wil ik je zeker even vragen om natuurlijk een duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dan even hier beneden. Dat zou ik super leuk vinden. En hopelijk weer tot een leuke nieuwe weekvlog. En ja, tot de volgende keer. Doei doei!